Ja, Team Green is weer neergestreken in Gamers Netgear, want we bespreken deze week natuurlijk de Xbox One S. Nou ja, je bent heel erg rood op het moment. Ik weet niet welk platform dat is. Ik denk AMD of zo, op PC. Ik ben gewoon Red Leader. Red Leader, standing by. Red Leader, jij bent aan de gang geweest met de Xbox One S. Dat is de kleinere, relatief goedkope, future-proof editie van de Xbox One, zoals we allemaal kennen. Ja, dat is... letterlijk wat het is. We zijn klaar. Het is de equivalent van de Xbox 360 Slim editie. En dat betekent dat je niet te veel moet verwachten als het gaat om vernieuwingen. Het is eenzelfde Xbox in een nieuw jasje en het haalt wat foutjes weg uit de oude. Dat is eigenlijk het ding. Ja, meest prominent is natuurlijk de grote. Want vrij veel mensen zeiden altijd Xbox One is slompgek. Wow, dan kreeg je ook nog zo'n voedingsblok bij. Ja, dat is hem vooral. Nee, maar dat is serieus. Die mensen hebben gelijk als ze begonnen over het voedingsblok. Ik vond de voedingsblokken wel trouwens super vet uitzien. Maar niet meer in dit geval, want hij is helemaal weg, toch? Hij is weg. Hij zit hierin ook nog eens. Ja. Hij past er gewoon bij. En de hele console is 40% kleiner dan de Xbox One. Hoe gaan we de Xbox One Fat? De Xbox One Fat, zullen we noemen. De oorspronkelijke, of de Day original. One. En jij hebt een Day One Xbox One ook, hè? Ik heb een Day One, maar het staat alleen op de controller. En niet 2012 of 2013, want toen kwam hij al niet meer uit in Nederland. Nee. Oké, dus dat. Check even de unboxing video als je echt de comparison wil zien tussen de oude Xbox One en deze. Ja, want je legt hem ook heel mooi op de oude. En dan zie je echt die 40% kleiner is niet een marketingpraatje van Xbox. Nee, het is echt een stuk kleiner en vooral de voeding is weg. En de voeding weg, dat is prima. Ja. Kinect kan er niet meer op. Dat is serieus wel echt een ding. Want dus mensen die bijvoorbeeld livestreamen op hun Xbox One kunnen niet overstappen naar de One S, want dan kun je Kinect niet meer aansluiten. Nee. Maar goed, als je Cortana wil bedienen of zo, dan kan dat ook gewoon met je headset. Dus ja, wat missen we nou eigenlijk? Maar het is wel belangrijk voor dit is belangrijk. Ja, je kunt geen Kinect Adventures meer spelen. Nee, dat... Kinect Rivals. Star Wars Dancing, hoe heet die game? Dat was voor de oude Xbox. Star Wars Kinect inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar even serieus. Xbox geeft dus toe dat ze klaar zijn met de Kinect zelf. Eigenlijk een soort van wel, maar dan bijvoorbeeld die andere functie die Kinect had, die ER Blaster, die zit er dan wel weer op. Ja, maar dat is super fijn dat ze dat hebben gedaan, want daardoor kun je dus met meerdere... je meerdere devices kun je via je Xbox aansturen. Ja, ik bestuur ook mijn Beamer met mijn Xbox. Wat op zich best wel vet is dat als je de Xbox aanzet, dat automatisch je televisie of zo ook aangaat. Ja. Dat vond ik serieus, dat zat dan in Kinect ingebouwd. Dat hebben ze nu gewoon uit Kinect gehaald, Kinect weggetost en in de console gedaan. Denk dat het handig is, behalve dan voor de mensen die echt wouden streamen met hun Xbox One. Ja, dus tot nu toe hebben we eigenlijk alles behandeld wat exact hetzelfde is, behalve de maat. Ja. Mensen die gewoon een Xbox One thuis hebben staan, die hebben eigenlijk niks aan de Xbox One S, mits je thuis een overstap hebt gemaakt naar de 4K-televisie. Ja, als en de niet... HDR-televisie neem ik en aan. En de HDR-televisie. Ja. Als je dat niet hebt gedaan, kun je nu kijken, nu stoppen met kijken, dan heb je alle wijzigingen gezien. Ja. Heb je een 4K-tv of wil je er binnen een afzienbare tijd één kopen, dan heb je wel wat aan de Xbox One S. Want we kunnen, er zit namelijk een 4K Blu-ray-speler in. En mind you, deze Xbox One S kost €280. Dit is de goedkoopste HD Blu-ray speler op de markt. Maar daarmee wordt het ding dus wel een soort van automatisch een super fijn mediaapparaat. Ja. Dus je kunt en je televisie ermee bedienen en hij heeft 4K output. En er zit een 4K Blu-ray speler in. Nou, dat, en dat, HDR. Dat Blu-ray speler verhaal, dat is wat de PlayStation 3 natuurlijk heel groot maakt. De PlayStation 3 als zich was de goedkoopste Blu-ray speler. En dit is dus een hele goedkope HD Blu-ray speler. We hebben hier Deadpool in 4K Ultra HD. Ik heb geen HD televisie, ik heb een HD scherm of 4K scherm. Ja. Prima. En hij grade ook games niet native up, maar hij grade scales up naar 4K. Ja. En ik weet ook niet of dat... Kijk, Microsoft heeft het daar nooit over gehad. Maar in sommige games die gewoon 1080p output hebben, draai je dan in één keer een heel stuk beter op dit ding. Ja. Er zijn mensen die dat vermeld hebben. Bijvoorbeeld dat Forza Horizon 3 dat veel beter draait. Maar jij... Nee, ik heb Forza Horizon 3 zowel op de oude Xbox als op de nieuwe Xbox gespeeld. Ik merk geen verschil. Gewoon helemaal niks. En Mafia 3, ik vond de laadtijden belachelijk. Als je een keer doodgaat in Mafia 3, maar goed, daar gaan we het in de Mafia 3 review wel over hebben. Maar kunnen zij verder niks aan doen. Dat is wel een ding, want hierin zit de 500 gig Go
harde schijf. En dat is Microsoft, zeg maar, een soort van term voor een soort van SSHD, HDD. Dus je hebt niet een normale harde schijf, maar je hebt iets wat een beetje hybride tussen een SSD en een HDD in zit. Maar dat heeft dan schijnbaar helemaal geen effect. I don't know. Dat is toch wel jammer. Ik weet niet bij mij. Nee, niet bij Forza in ieder geval. Oké, dat is jammer. Want dat is toch een game die en de 4K output kan upscalen en HDR. En dat zou een van die games zijn die beter draait op dit ding dan op de normale Xbox One. Maar blijkbaar... Misschien was het maar goed dat Microsoft het niet op de doos heeft gezet. Nee, misschien daarom ook. Ja. Dat hele 4K heb je natuurlijk de nieuwe HDMI output voor nodig. Die zit er dus ook in. Ja, super vet. Want dat is ook weer zo'n ding van PlayStation. Die heeft dan de PlayStation 4, zeggen ze van, hey, die heeft nu ook HDR-output. Maar die heeft geen HDR-ingang. Die heeft geen HDMI, die heeft niet de nieuwe high-speed HDMI-aansluiting. Dus de console zegt, je kan HDR, maar je hebt de kabel past er niet in. Dus dat is wel fijn dat deze dat wel doet. Plus wat ik ook zie is dat alles nu superspeed USB is. Dus je hebt overal USB 3.0. Dat is wel fijn, want... Dus externe harde schijf. Ja, precies. Externe harde schijf erin mikken. Ja, dat is echt wel een goeie. Maar vooral... De prijs, denk ik. Ik denk dat het... Ja, als je dan toch een Xbox One gaat kopen, dan kun je net zo goed voor deze gaan. Want de prijs is echt bizar. 280 of 290? Nou, voor 290. Voor de 500 gigabyte versie, dat is deze. En €350 voor de terabyte versie. Dan is er nog ergens in de wandelgangen een Gears of War 2 terabyte versie die in verhouding ook nog eens heel goedkoop is. Oh ja, dat is een limited edition inderdaad, limited maar daar moet je dan snel bij zijn. Die is €514 op bol.com. Ja, maar dan krijg je dus ook Gears of War 4 erbij en de nieuwe controller ook helemaal in. Ja, maar dat geldt ook voor de terabyte versie en 500 gig versie. 500 gig versie wordt bijvoorbeeld met FIFA de terabyte versie of met Battlefield 1 of met Gears of War. Dus er zijn allemaal bundels. Ze zijn meteen lekker aan het bundelen. Dat is wel een ding. Trouwens, nog heel snel wat we vergeten zijn te behandelen, is de nieuwe controller. Die heeft meer grip en een groter bereik. Dat grotere bereik heb je niet gemerkt? Nee, maar hoe vind je die grip? Mijn huis is 70 vierkante meter, dus dat deed het al met de oude. Ja, je had ook gewoon buiten kunnen gaan staan en race ik goed. Ja, handig. Niet echt. En de nieuwe grips? Nee, de nieuwe grips is prima, maar het is verder dezelfde. Ja, ik moet ook zeggen, als ik hem vasthield, die nieuwe controller, het is fijn dat er Bluetooth in zit, maar het is niet dat je echt zoiets hebt van, wow, nieuw! Nee. Het is in ieder geval niet een verschil zoals bijvoorbeeld de normale Xbox controller met de Elite controller. Dat is echt veel meer een verschil. Een Elite controller kost dan ook bijna net zoveel als een console. Ja, dus, ongeveer. Van twee Elite controllers koop je de 2 terabyte Xbox One S. Nou ja. To sum up, de Xbox One S, heb je nog geen Xbox, dan ga je sowieso hier naartoe. Heb je wel een Xbox, maar ga je niet naar 4K, hou lekker jouw Xbox, werkt prima. Ga je over op 4K, dan zou je erover na kunnen denken als je films in 4K vet vindt. Let ook op Netflix bijvoorbeeld en dan scaled hij ook je games iets wat up. Maar dat is niet native, dat wordt gewoon geupscaled in dat apparaat. Dat is het eigenlijk. En een mooie prijs. Oh, en als je Kinect wil spelen, dan houdt het helaas niet. Dan houdt het verhaal. En we weten hoe groot die markt is. Dat is bizar. Je hebt die echte Kinect hooligans. Die Kinect hooligans. Woe, Kinect Star Wars 2 hype! Wow. Ja, dan gaan ze afspreken in een bos samen met niet-Kinect mensen. Oh. Dan gaan ze knokken. Precies. Zo werkt dat. Ja, ik heb me daar ook een tijdje tussen gevoegd. Ja, want jij bent fanboy. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze Gamers at Gear. Laat eens weten wat je ervan vindt. Lijkt me heel leuk om jullie feedback te horen. En kom volgende week dinsdag terug op gamersat.nl voor een nieuwe Gamers at Gear met een nieuw stukje tech, hardware, gear, whatever the fuck. Ja, veel gaming gear, VR en zo. Wow, VR, wow. Of was die vorige week? Ja, dat weten wij eigenlijk nog niet. Als we dit opnemen, niet, maar... Misschien ook wel niet. Kan gebeuren.